Ik, hè? Ik hou van schoten. En ga, hè? Ja? Maar kom dan rap eens heen en kijk eens op www.ikhouvanschoten.be. Oh. Je weet niet wat je mist. Die bestond eerst, hè. Ik heb dat met die gezet. Ja, en dan die zijn de vleugeltjes met de... Ja, met de dames. Met de dingen volledig. En dat is dan eigenlijk, zo gezegd, de bedoeling, dat is op papier, waar dat omgeslagen is. Ja. Dat is helemaal niet duidelijk, hè. Dat is zo gezegd. En dan is dat nog eens op een... Eigenlijk twee grote mensen en dan zit dat op de luchtgrond. En dan hebben we een keer een schuin ingebracht. Eigenlijk is het allemaal maar een tekening of een schilderij dat op papier of doekjes. Ik schuil dat helemaal kapot en dat is op. Dat is een achtergrond eigenlijk van alles. Zo, ik zit altijd zo. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat is ja. En als je met scheuren begint, dan weet je nooit meer wat je ermee komt. Ja, maar nee. Ik heb er een ding zitten. Eet dat vlees. Ik denk, ja, we maken een papieren vlees. Dat is goed, hè. Maar een schilderij maakt je zelf, hè. Nog lang dat je voortwerkt, voortwerkt. En wat zijn die roze bolletjes? Dat is gewoon fantasie. Dat is wel geen wapenvloer. Voor de compositie. Voor de compositie. Ja, goed, dan nog iets. En dan heb ik dat eten op van de dingen. Ja, dat is het element dat terug van. Dat is iemand die hebben eigenstof. Een sierbelkens, hè? Ja. Dat is de ding. Ja, en dan die bliksem. Dat is allemaal een beetje. Dat is eigenlijk ook. Ik heb het de kapstok genoemd, omdat het eigenlijk allemaal, hè, het hangt eigenlijk allemaal vast aan die kapstok. Ik denk dat het om de kapstok gaat. Alles om de kapstok. Ja. Dan moet ik echt eraf.